Yo mensen! Ah, joh. Ah, jongens, ik groet op DNPNL met vandaag. Leuk, je wist het nog gewoon. Nee bro, je hebt het er net aangezien. Oh. Welkom bij vandaag een nieuwe Ik hou van kontje. Gadverdamme, jongen. Gadverdamme, man. We zijn hier vandaag met een nieuwe video en vandaag gaan wij reageren op onze oude Q&A. Nou, ik ga met dezelfde vraag nog een keer. Dezelfde Q&A. Daar kreeg jij wat kritiek over. Ja, klopt, ja. Je had heel mooi dezelfde Q&A 5 jaar later. Wat doet deze man? Dezelfde Q&A en geeft vervolgens geen antwoorden 5 jaar later. Ja, klopt. Ja, ik ging reageren op een Q&A. Nee, dat is niet de bedoeling. Dus je moet zeg maar de vragen beantwoorden. Ja, maar dat deed ik niet. Dat is de kern van. Nou hebben wij eerder ook al een Q&A opgenomen. En ook al eerder een video erover gemaakt. Namelijk, ik denk een weekje terug. Ja. Maar hij had het totaal niet opgenomen. Ja, dus gelukkig hebben we 2 Q&A opgenomen. Dan gaan we nu op deze vragen. Ja, uurtje voor tuurtje. Dus ik kan gewoon de. Ja, natuurlijk. Doe een duimpje omlaag. Nee, is niet leuk om ook. Oké, let's go. Ik ben hier met Rob. Ja, de vorige Q&A werd super goed ontvangen. Heb je die nog een bank in je kamer? De bank. Nee, bro, ik ben toch al verhuisd. Ja, maar heb je de bankje weggegooid? Mooi shot trouwens waar je op de paal staat. Ik denk dat bankje daar nog steeds. Besef, Bas heeft op deze bank geslapen. Ja. Nou ja, of in ieder geval een poging tot slapen. Ja, dan. Het bankje is niet heel groot. Nee, en Bas? Bas is wel groot. Bas is wel groot. Nou, maar die p***jes. Vind je dat leuk? Doe een duimpje omhoog. Even 10.000 likes. Ja, we hebben weer allemaal leuke 10.000 likes. Kijk even hoeveel we hebben. 11k! 11k! Daar moeten we overheen, zo. Mensen. Come on! Hey, deze trui hadden we hier net nieuw, hè? Ja, we waren heel mannetje. We gingen s'avonds ook stappen, toch? Ja, we gingen stappen, ja. En toen, jij geneukt? Nee. Keer, toch? Nee. Volg mij dan niet op Instagram en hem ook niet. Ons Instagram staat nu onder ons hoofd. Nou, je hebt nog steeds dezelfde Instagram, pauper. Kopen ze nou Robbie of zo? Ja, want die vent werkt niet toevallig bij Facebook! In ieder geval, ben je niet geabonneerd, doe het even. Ja. En hoe gaat het met jou? Ja, daar ben ik blij mee. Oké. Hoe noem je een Turk op een fiets? Tolenfiets. Een snorfiets. Ja, hoe kan ik hier nu een nieuwe antwoord op geven? Niks, we gaan gewoon door, maar gewoon even lekker grapjes doen. Wie is ouder, Rob of Koen? Wie is ouder? Rob 5 jaar Koen. Later, of 3 jaar later. Ben ik nog steeds ouder? Ja, god, nog steeds niet gelukt. 20 dagen. Hoe lang kennen jullie elkaar al? We kennen elkaar. Nou, dat zou ik niet meer weten. Koen en ik waren eerst, kennen elkaar, maar we zijn pas sinds een half jaar echt goede vrienden geworden. Nee. Alweer jaar. Ja, maar sinds een half jaar is ons band echt gewoon zo onwaarschijnlijk. Sinds een half jaar neuken we ook elke dag. Ja. Dat is niet veranderd. Nu is het dan 3 jaar bovenop wat we hier zeiden, toch? Dit was 3 jaar geleden. 22 april 2017. Ja, letterlijk 3 jaar geleden. Nu 3,5 jaar zijn goede vrienden. Maar wat echt mooi is, want ik zat jouw andere Q&A te kijken. Dit heb ik vorige keer ook al tegen gezegd, maar ik wil het graag gewoon nog een keer zetten. Toen zat je me echt ziek achter pijpen, hè? Toen was je echt nog aan binnen likken in de FIFA. De andere Q&A? Ja, die we hadden opgenomen, maar die niet is opgenomen. Zat je dat te pijpen? Toen zat je helemaal, Rob, ja, dan ging Shakir met mij vergelijken. Ja. Oh, je bent zo goed. Toen zat je nog helemaal Mattie en mij te pijpen omdat je vrienden met ons wilde. Wacht. En ik moet zeggen, het is je uiteindelijk wel gelukt. Dus hij heeft het wel goed gedaan. Oké, dus het was lekker, de pijp. Ja, het was zeker. Nou, genoten. Liever dikke billen of dikke bobby's? Ik denk dat ik toen bobby's zei en ik ga nog steeds. Ja? Ik ga voor billen. Dus ik denk hier en ik denk nog steeds. Nou, ik weet zeker nu nog steeds, maar ik denk dat ik hier ook voor billen ging. Ik ga voor bobby's. Hè? Nee, maar dit wordt een meme. Huh? Als je gay was, zou je Mark dan doen? Ja. Wat vind jij van parende vliegen? Opwindend. Oh ja, eens. Ook opwindend. Zit naar te kijken. Paarden de vliegen. En wat is dit voor kut Q&A? Wat een Q&A. De vriendin van Raoul of de vriendin van Matty? Oh. Hier had Raoul een andere vriendin. Ik praat sowieso niet over vriendinnen van vrienden, want daar heb ik helemaal geen mening over. Ik ben een homoke die niet durft te zeggen nu. Een homoke die niet durft te zeggen. Ja, maar hij... Als je een vriendin van Matty heb je niks. Oh ja, dat heb je niks. Oh, Matt had geen vriendin hier. Ja. Zoals ik sowieso van Matty ging. Ja. Je had liever de vriendin van Matty niet had dan de ex van Roel. Dat is wel heel onaardig, moet ik zeggen nu. Maar we gaan wel door naar de volgende vraag. Knip het maar weer. Knip het. Dit is Lager. Allemaal niet door de editor van Koen. Ik wil even zeggen dat deze video waarschijnlijk niet verknipt is. Waarom rij je geen paard? Kijk, wat ik heb gehoord dus, hè. Heb ik vernomen, we hebben trouwbaar bron. Je moet antwoord geven. Oh ja, sorry. Je geeft dit geen antwoord. Ja, je moet eens kijken wat we daar antwoorden en dan nee, dan je moet juist ook nu antwoord geven en dan kijken of het hetzelfde zijn. Oké, waarom geen paard? Omdat paarden tyfusbeesten zijn. Ja, ik met heb al... poten en een kop. En het liefst zonder nee! kop. Nee! Maar dan zijn ze dood. Ik weet wat jij nu gaat zeggen. Dan ben ik het mee eens. Hoe meer je erop zit, hoe meer je erop begint te lijken. Ja, dat mag ik zeggen, ja. Hoe langer je paard hebt, hoe meer van paard begint te lijken. Hoe duur is je outfit en wat is het duurste kleding wat je hebt? Oh! Ja, nou Rob! Hoe duur is je outfit nu? Ah, voor me mee. Ja, voor mij ook. Met mijn shirtje. Ja. Ja, maar toen hebben we zeker onze horloges meegeteld. Dus dan ga ik echt koude last verliezen. Daar heb ik geen zin in. Ik heb sokken. Ik denk een eurotje. Heb ik een broekie. Jorn Borgie. Dan moet ik zeggen, ik heb een 7-pack gekocht. Ja? Nou. Ja, dit heb ik gehoord! Dit heb ik gehoord! Dit vind ik dus wereld. Hey mensen, ik word niet gesponsord door Jorn Borgie. Kijk, op die 7-pack staat 7 times essential shorts. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Staat er gewoon 7? 7, 8. Staat er 8 in? 8, staat er 8 in! Oh! Oh! Wow!
Gratis onder, maar je moet wel de prijs naar beneden. Dus ik denk 10. Ja, oké. Nou, zit ik op 11 euro. 11 euro. Heb ik een broek aan van Zara. 30 of zo. Shirt was 60. Zit ik op 101. En ik heb een horloge om van... Moet ik nou ook wel dat geven? Ja. Ik heb die enge cheese zelf gevoegd. Wat zijn die dingen? 2,20? Ja, ja. Ja, ik heb ze gekocht voor 2,20, maar ze zijn nu denk ik wel wat meer. Sokken, nou sowieso ook 1 eurotje. Enge broek. Dus 21. Pluk Zumo. Oh, enge Zumo. Dat is 100 of zo zijn die. Ja, 100, dat is dan 321. Riem, weet niet. Die heb ik van jou gejat. Ik heb ook een riem. Top een klein broertje. Ja, deze riem, hoe duur was die? Dit is namelijk jouw riem. 300 euro. Dan heb ik nog een onder t-shirtje aan, 5 euro. Waarom heb jij ondertjes in je broek? Omdat anders hangt het zo uit, vind ik lelijk. Waarom heb je van die lange shirts dan? Ik heb een klein kort bonnet liggen. En dan deze koude harde trui. Oude troedoe. 130 of zo. En dan een horloge Psycho 25 euro of zo. Bij de maar qua kleding, zeg maar, op sieren daarna zijn we allebei achteruit gegaan. Ja, maar, ja, ja, ja. Dat is wel ongelooflijk, moet ik zeggen. Ik heb schoenen. Ultra Boost. Was Ultra Boost, mannetje. Dit is geen. Wat is jouw outfit waard van Nessim en. Je bent wel vaak, toch? Oké, okay, broeken. Ja. Jack and Joe's, kan niet zo nieuw zijn. Wat een tanto leuke broek met hierin zitten. Koude! Holy shit! Heb ik een shirtje? Dit was 40 euro. Oh, je hebt een ondershirt. Zoom op. Ik heb ook zoom op een shirt hier aan. Ik pak een rekenmachine. Plus sokken. Geeft hij heel figge sokken. Geen idee, dit is 5 euro. 261. 201 zijn voor trui. Ik ben helemaal lekker. 261 euro. En mijn duurste kleding wat ik heb is mijn jas. Mijn jas, ja. Toen nog? Ja, die was 700. 700 voor je jas? Ja, echt niet. 150 plus. Broek. Ja, sokken zeker wel een euro. Hey! Dezelfde sokken. 450, waarom? Ja. 450 voor het bandje. Oh, dat doen ze. Deze was 250. Ah, nee! Oh, een eurotje te kort. En hij blijft onder de doezoe. Koude eens keer. Liep je maar gezien. Wat is je grootste droom? Jij. Oké. Okay. Wat was het? Wat is je grootste droom? Grootste droom. Ik zou nu zeggen een kind krijgen. Ja, dat zou ik denk ook wel, ja. Zoon, lief. Zo, ja, ja. Mocht ik nou over 20 jaar terugkijken en je bent mijn dochter en je denkt, ah, oh, papa was niet tevreden met mij. Klopt. Dus ook... Nee, zoon of abortus? Nee. Ja. Hey, zie dit. Wie vind je de mooiste YouTuber? De mooiste. Het lekkerste daar. Ik wil nu antwoord geven, maar dat is... Weet je wie? Ik ga nu iets. Nee, ik ga niet doen, want dan knip je erin. Ik ga niet doen. Zeggen. Nee, broer, dan knip je dat erin. Ik ken jou toch? Nee, ik knip niet, hè? Eerst wat in me opkomt is Marije Juve. Ja, of Jutsu Tielemans. Oh, Jutsu Tielemans. Nee, Jutsu Tielemans. Sorry, Marije. Jutsu Tielemans. Nou, sorry. Jutsu Tielemans. Ik vind dat is iets meer mijn. Ik ga voor Marije, want we zijn dezelfde dag geboren. Ik zou even typen wat ik wilde zeggen, broer. En ja, die daarvoor weet je wel, toch? Ja, ja. Dat was het. Hij wil eerst Nick de Tutorial zeggen voor even verjaardag. YouTuber, Mark. Ik ga wel serieus antwoorden, want jullie zijn hier voor vragen en antwoorden. Ja, ik weet niet. We waren niet zo energiek als nu. Nee. Nee, ja, ik zeg wel Mark. Oké. Kaulo, leuk. Leuk. Rob, hoeveel bier ga je vanavond drinken, straat? Nul. Drink er niet. Hoe zo, godverdamme, wat een... Wat een waardeloze gast. Ja, drink naar bier. Ik drink nooit bier. Aan de baken. Wodka, ik drink alleen maar wodka. Omdat het doorzichtig is. Per fles. Nee, tegenwoordig drinken we gewoon weer bier. Ja, alleen maar. Zijn wel ik drink helemaal nooit meer sterke drank. Als ik met mijn vrienden ging zuipen, dan dronk ik nooit bier. Nee. Of corona, of ik dronk sterk. FIFA points. Hoe vaak koop jij FIFA points in de week? Ja, gemiddeld halve keer per week, zeg maar. 1 keer in de 2 weken, denk ik wel. Ik heb minder. Ja, ik zeker wel. Maar als je naar FIFA points wil kopen, ga naar ikwiltegoed.nl. Nooit meer YouTube, maar dan krijg je 3 miljoen of wel YouTube en... Nooit meer YouTube, maar dan krijg je 3 miljoen of wel YouTube en daar het geld mee verdienen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Dit was mijn allerlaatste video op mijn kanaal. Nu ga ik lekker huizen kopen en snuiven op een grote jacht. Ik snuif me ermee. Maar wat moet je met 3 miljoen? Dat niet, ja, ik zou wel voor 3 miljoen. Ja, ik ook. Ja. En de bank zit in meer YouTube-vrienden of ook echt... Sowieso YouTube-vrienden. Ik bedoel, ik woon nu samen met 3 van de 4. Puur YouTube. Verder vind ik jullie echt... Dat mag ik zeggen. Dat mag ik zeggen. Nee, we zijn ze wel ook echt vrienden. Wij vijven. Dit is natuurlijk wel een beetje een pikante vraag, hè? Er is natuurlijk veel commotie geweest. De video van Bugs met de leugendetector over dat ik iets zei van Matthijs. Dat zo'n leugendetector zegt dat ik hem haat, betekent niet dat het echt nee, is. Nee, dat is niet waar. Dat heb ik ook al tegen mensen gezegd. Jij hebt nooit gezegd dat ik hem haat. Nee, heb ik laat me even dit. Er wordt gevraagd, mag jij hem? Jij zegt ja en er wordt gezegd dat het
dat het niet klopt. Ja. Maar het teken dat, stel hij zou hem, daarbij die leugendetector die zegt dat dat altijd de waarheid is. Maar stel dat dat de waarheid is, als je hem niet mag, niet altijd mag, dan kun je hem alsnog soms mogen of oké vinden. Dan betekent het niet meteen dat je hem haat. Nee, het is niet als je, het is niet van, ik vind jou niet aardig. Ja. Dat betekent niet meteen dat ik je een ongelooflijk vies, vuil, vies, goor ting vind. Er zit nog heel veel tussenin. Ja. Laat dat even duidelijk zijn voor alle domme imbecile tering mensen die hebben gecomment onder die video. De dab, je moet gewoon je bek houden. De dab is al lang uit. Nee. Ook dat. Beste vrienden. YouTube vrienden. Leuk. Dat een kutmaat en Robby. Ik haal een kleine haar niet hoor. Nee? Zo bro, nee, het is echt minder. Nee, minder. Geworden. Je hebt nu Ja, maar bro, toen had ik nog oprecht spieren. Maar nu ben ik helemaal droog. Spieren. Ja, hier staat altijd wel spieren. Wat is je favoriete kledingmerk? Stone Island, man, broer. Ik heb een Stony shirt. Ja, Stony. Ik heb wel veel Hilly. Ja? Dus ik moet het eigenlijk al zeggen, aangezien ik dat. Ik weet niet of mijn favoriete merk is, maar ik heb er wel veel van. Omdat, ja, maar, zeg maar, ja, dat is je favo. Kijk, je kunt wel Emma loeien, man. Alleen ja, daar heb je dan één ding of niks van. Dat is wel lame. Voor mij sowieso. Burberry. Maar ja, het zal over 2 jaar zal weer heel Fortnite Nederland in Burberry lopen. Of over. Ik zeg jaar. Ooit elkaar als meisjes genakt. Nou, wij. Ooit elkaar als meisjes genakt? Genakt. Genakt. Oh, ik dacht gelijk dat we allebei met dezelfde. Dat hebben we ook nog nooit, hè? Mat wel. Ik met Milo. Ja. Jij met Milo, ik met Mat. Maar genakt. Elkaar nog niet. Maar genakt, nee, jij ook niet. Jij valt op een hele andere wijven dan ik. Vrouwen. Ja, gleuven. Gleuven. Welke muziek luisteren jullie? Welke muziek luisteren jullie het liefst? 17 Human Hands van Snelle en Davina Michel. Ik ga het serieus antwoord geven voor Engelse rap. Engelse rap. Brian. Ik ga die top 40 shit luisteren. Ik ga heel basic top 40. Ik ben niet zo. Ik ben zo'n mainstream guy die gewoon hot hits aan L luistert op Spotify. Dit is wel echt niks van. Ziek lekker op de wat minder bekende nummers van Jack Hughes. Ja, net in de auto. Ziek lekker. Jack Hughes. Toppie. Echt toppie. Love it. Daar is dat screenshot van waar ik heel vaak zie. Ik heb altijd afgevraagd. Wat is dit? Wat komt dus hier vandaan? Als je ooit stopt met YouTube, ga je dan nog werken? Als je ooit stopt met YouTube, ga je dan nog werken of met pensioenen? Ik ga met meerdere pensioenen. Nou, ik denk dus, zolang ik kan werken, blijf ik werken. Ja, eens. Ik kan ook niet werken. Nee. Weet je hoe kouloos zij dat me lijkt? Dat mag je zeggen. Wat doe je dan heel veel? Jezus Christus. Ja, maar dat snap ik. Ik kan niet een dag niks doen. Ik wil helemaal lokko. Heb ik ook. Ik ga met pensioen. Is er wel een pensioen straks? Ik pensioen, jij pensioen. Ik kan zeggen. Nou jongens, kijk. Je verdient wel geld met YouTube. Maar wou te zeggen dat over 5 jaar je al met pensioenen kan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat was hem al op. Zo. God. De pekhoorn is terug. Ja, klopt. Ik ben echt. Hey! Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dat leuk? Doe een duimpje omhoog. Rob's kanaal is in de beschrijving staan. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Bedankt voor het kijken. De groeten. Joe. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, een beetje jong. Jullie zien zondag een video waar ik ook al een moppie moest doen. Die hebben we net opgenomen. Die was vrij op het randje. Ja. Deze niet, gelukkig. Ja. Papa, wat is incest? Kop dicht, gewoon doorzuigen. Oh mijn god. Doei.